We zijn hier in het Doe- en Kijkcentrum van Nooitgedacht in Eilst. En het Doe- en Kijkcentrum is ingericht in wat ooit onderdeel was van het fabriekscomplex van Nooitgedacht. De belangrijkste productie, dat was gereedschap. Nooitgedacht heeft op een gegeven moment ook werkbanken gemaakt en ook speelgoed. Kleine vrachtautootjes, bootjes met gekleurde poppetjes, treintjes, houten paardjes. De oprichter van het bedrijf, Jan Jarigs Nooitgedacht, ooit begonnen in 1865. Die begon met het maken van... Snoep. Dat reethoutje en dat was het houtendeel van de schaats. En dat heeft zich ontwikkeld tot een bedrijf met op een gegeven moment 200 werknemers, waarbij dan het belangrijkste product waren de schaven en de beitels. En de beitels waren eens een van de grootste producenten van Europa. Wie aan nooit gedachten denkt, denkt aan schaatsen. Wie aan nooit gedachten denkt, denkt ook aan Eilst. Nou ja, en uiteraard, Eilst is een van de elf steden. Dus ja, schaatsen, Eilst, elf tocht... Ja, het heeft allemaal met elkaar te maken.